Veel dingen zijn veranderd in de loop van de tijd op basisscholen. Maar een spreekbeurt, dat is een blijvertje. Deze zijn ook veranderd, want een hele hoop spreekbeurten worden tegenwoordig digitaal gepresenteerd met een active board. Kinderen maken thuis een PowerPoint-presentatie in plaats van dat ze een briefje voor zich hebben waarvan ze oplezen. David, Arvid en Niek van basisschool De Aventurijn in de Bosse Maaspoort geven hun spreekbeurt. Hun onderwerp is de Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen waren echt gierige mensen. Ze waren erg rijk, maar ook sommige mensen waren erg arm. Hebben Romulus en Remus de hele stad zelf gebouwd of niet? Nou, eerst begonnen ze met een paar huizen bouwen en dat deden ze wel zelf. Maar er waren allemaal mensen en die kwamen onder de indruk van wat ze allemaal deden. En die gingen toen helpen met het bouwen van de stad.